De lammetjes zijn net voor het sluiten van de boerderij geboren. Een onverwachte verrassing, of niet? Nou, in zoverre onverwacht dat de dekdatum van deze geit niet bij ons bekend was. Deze geit is drachtig gekocht van een andere liefhebber. En dat was dus even spannend. Van haar zus of dochter, ik weet niet precies hoe het zit, was de datum wel bekend. Dus we wisten wel ongeveer, maar goed in de gaten houden en dan komt het vanzelf goed. Nou, de meeste mensen spreken bij lammetjes van schapen, maar wij spreken bij lammetjes ook van geiten. In dit geval spreken we dan van geitenlammetjes, om het duidelijk te houden. Het is een dame en een heer, dus een bokje en een geitje. En het geitje heet Sterre en het bokje heet Tibbe. En hoe bevalt het ze tot nu toe? Nou, ik denk dat ze daar een zin hebben, want ze spelen en ze rennen en ze vliegen en ze slapen. En dat is ongeveer wat een geitenlammetje doet op een dag. Ze zijn ook gezond geboren? Ze zijn gezond geboren, geen problemen geweest. Moeder Marjolein is een Nederlandse landgeit. Komen landgeiten vaak in voor Nederland? Nou, de landgeiten vallen onder de zeldzame huisdierrassen. Dat wil zeggen dat ze in ieder geval in mindere mate voorkomen dan de overige rassen. Er zijn nog meer geitenrassen die daaronder vallen. De landgeit werd vroeger vooral gebruikt voor de begrazing en voor de mest. Het is een sobere geit die niet veel melk geeft. Dus in de geitenmelkerij is hij niet interessant. Daarbij zijn ze ook eigenlijk altijd gehoornd. Waardoor ze in grotere groepen commercieel wat minder makkelijk te houden zijn. Krijgen jullie wel eens bezoek van geitenliefhebbers die speciaal voor deze landgeiten naar jullie toekomen? Nou, niet direct, maar omdat wij ook wel veel contacten hebben met andere kinderboerderijen die hier wel ideeën komen opdoen. En wij te boek staan als een van de kinderboerderijen die veel zeldzame huisdierrassen hebben ook. In de andere diersoorten krijgen we daar wel wat publiek van, ja.